Ajax zit in een lekkere flow. Als er dan iets te klagen valt, dan is het dat Leuchter en Hoekstra alleen maar lijken te kunnen scoren in Amsterdam. Maar dat verandert tegen Utrecht. 21ste minuut van de wedstrijd. Een vrije trap van Spitsen. Ondanks de muur belandt hij eigenlijk vrijwel meteen in het doel. Jasmijn de Groot redt, maar Lily Johannes, het talent, 16 jaar uit de Verenigde Staten, staat op de goede plek en brengt Ajax al snel op voorsprong. 1-0. Dan Chastity Grant, die kan ook scoren. Normaal is ze de aangeefster voor Leuchter of voor Hoekstra. Maar dit keer Leuchter met de assist. Chastity Grant wordt niet verdedigd. Koelbloedig in de afronding. Ajax op rozen. Maar dan gaat het pas echt stormen op de toekomst. Dit is Ashley Bakker, een oude bekende van Ajax. Vorig jaar scoorde ze 3 keer, meestal als invalster. Dit is alweer de 4e van het seizoen voor Utrecht. Utrecht terug in de wedstrijd. Omspeelt Regina van Eijk. Ashley Weerde kan niets meer doen. Het is nog best een lastige hoek. De aansluitingstreffer voor Utrecht. 4 minuten later, weer Ashley Bakker. Uit de draai, het is een hoekschop. En Ashley Bakker met de 2e van de middag. En zowaar op gelijke hoogte. Terwijl Ajax toch echt veel beter is dan de Domstedelingen. En dat laten ze in de 2e helft zien. Tini Hoekstra, wie anders. Weer een assist van Leuchter. 53ste minuut. Alle tijd voor Romee Leuchter om een afmaakster uit te kiezen. En dat is Tini Hoekstra. Dit is een mooie opening op Chastity Grant. Leuchter natuurlijk alweer voor de goal. 67ste minuut, 4-2. In de 1e helft was het Leuchter op Grant. En nu is de assist voor Grant. En Leuchter, die een hele goede wedstrijd speelt, pakt ook haar doelpunt mee. Er komt er nog een toetje. Dit is een hele verre uittrappen van Regina van Eijk. Misschien een overtreding, dat wint Utrecht in ieder geval wel, maar Chastity Grant maalt er niet om. En ze rondt keurig af. Een assist voor de doelvrouw, dat is best wel knap. Goed gezien door Van Eijk dat Chastity Grant daar alweer in de aanval stond. Ajax wint overtuigend met 5-2 van Utrecht en stijgt naar de 2e plaats.